Met druk te maken is Piet Derks. Ja, goedemiddag. Er vielen vorige week 2 ziekenhuizen om, personeel en patiënten op straat. En ik hoorde iemand roepen dat dat prima was, want dat betekent dat de marktwerking in de zorg werkt. Ja, zo had ik het nog nooit bekeken. Verfrissend standpunt. Het probleem in de zorg is niet de marktwerking. Het probleem is dat er nog te weinig marktwerking is. We moeten gewoon nog een paar jaartjes doorzetten. En dan is de zorg een heel gezonde commerciële bedrijfstak. En de eerste positieve ontwikkelingen zijn er al. Gisteren was een dag van megafiles. Maar het is natuurlijk ook niet zo gek als je bedenkt dat er nog steeds tientallen ambulances door het land rijden met patiënten wiens ziekenhuis failliet ging. Een man van 84 rijdt al sinds vrijdagmiddag rondjes op zoek naar een plek waar hij een nieuwe heup kan krijgen. En gelukkig neemt hij de marktwerking in de zorg heel serieus. Hij heeft al bij 5 ziekenhuizen gekeken, maar wacht tot de heupen ergens in de aanbieding zijn. Waarschijnlijk gaat hij er vandaag in UMC Utrecht eentje passen om hem dan vervolgens stiekem thuis op internet te bestellen. Stuk goedkoper en aan de buitenkant ziet toch niemand dat je geen merkheup hebt. Ziekenhuizen balen van deze ontwikkeling, maar ze moeten niet zeuren, want klant is natuurlijk koning. In een andere ambulance is een meisje van 3 dagen oud op zoek naar een fatsoenlijke kraamafdeling. En dat valt nog niet mee, want in Zwolle hebben ze K3-kamers, terwijl ze in Rotterdam klantjes lokken met een My Little Pony-couveuse. Je ziet ook dat ziekenhuizen echt hun best doen om in te spelen op de wensen van de klant. Interessant zijn in dat opzicht ook de ontwikkelingen in Tilburg, waar ze de operatiekamers allemaal een thema hebben gegeven. Er is een Dexter OK, waar de patiënt eerst in folie wordt gewikkeld. Er is een Frankenstein kamer waar je wordt geopereerd op een houten draaibank met allemaal 19e eeuwse instrumenten aan de muur. En de nieuwste aanwinst is de Saoedische ambassade. Die is hopelijk volgende week klaar. Opereren is een experience aan het worden. Ja, meer marktwerking in de zorg. Daar wordt echt iedereen beter van. Ik hoorde vanmorgen dat de ondernemers bezig zijn om te kijken of ze de omgevallen ziekenhuizen een doorstart kunnen geven. De ziekenhuizen in Flevoland zouden dan de Batavia zorgoutlet worden. Topzorg tegen bodemprijzen. Voor heel weinig geld word je dan geopereerd door 14-jarige kindjes uit Bangladesh. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. En je moest dus weten hoe handig ze zijn met die kleine vingertjes van ze. Het is echt prachtig om te zien hoe de zorg eindelijk een volwassen markt begint te worden. In Amsterdam zal de doorstart er net een beetje anders uitzien. Daar is het gezien de gekte op de huizenmarkt natuurlijk zonde om zo'n groot pand niet aan een projectontwikkelaar te verkopen en in minuscule appartementjes op te laten delen. Gelukkig blijft het pand wel behouden voor de zorg. De bedoeling is dat mensen in hun huis een verpleegkamertje inrichten en dat aan particulier gaan verhuren via Airbnb. Een heel interessante start-up uit Silicon Valley die past in een trend waartoe ook de ambulances van Uber behoren. Schitterend om te zien hoe mensen de kofferbak van een Toyota Prius zo weten om te turnen dat ze er een brancard in kunnen schuiven en op die manier een paar dubbeltjes kunnen bijverdienen. Kapitalisme op zijn allerbest, als je het mij vraagt. Ja, de zorg staat voor een fantastische metamorfose. Geruchten gaan dat uitvaartondernemer Dela, deze week nog in het nieuws vanwege handel in vingerafdrukken van overledenen, ook een ziekenhuis gaat beginnen waar je na de bevalling bijvoorbeeld een kettingje met een stuk placenta kan aanschaffen of na een castratie je ballen terug kan kopen aan een leuk leren touwtje, zodat je ze gezellig over de binnenspiegel van je auto kan hangen. Gek eigenlijk dat nog niemand in dat gat gesprongen is. Dat is nou die inventiviteit van de vrije markt. Die inspirerende ondernemingszin waar we zoveel vooruitgang aan te danken hebben in dit land. Meer marktwerking in de zorg. Ik heb er echt heel veel zin in. Eindelijk paracetamol met karamelzeezoutsmaak. Eindelijk zo'n verkoopkraampje voor de foto's bij de uitgang van de radiologie. En eindelijk ziekenhuizen die gewoon failliet gaan. Ja, dacht ik, toen ik gisteren in Amsterdam een chagrijnige ambulancechauffeur een klant zag weigeren omdat het een te kort ritje was. De zorg wordt eindelijk beter. Ah, ik ben kapot. Fantastisch. Dankjewel, Pieter Derks. Graag gedaan.